Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Robert Muren, vanavond tegen NEC. En ik zie hier een hele andere man staan dan 2 weken terug tegen Topos. Het kan snel verkeren, hè? Vorige week al een schitterende goal tegen Jong FC Utrecht. Welke was dan mooier, die van vanavond of die van vorige week? Ja, dit is een open deur in ram, hè? Ja, dit is volgens mij de mooiste die ik ooit gemaakt heb. Dus, Ik krijg appjes binnen. Volgens mij hebben wij Van Basten in het elftal. Rustig blijven, zeg ik dan, hè? Nee. Iemand zei het net ook al, ik zeg maar, die was van grotere kwaliteit. En die was aan de ene, die was vanaf bijna de achterlijn. En deze was vanaf de hoek, dus iets makkelijker. Iets makkelijker, maar niet minder mooi. Jullie hadden het moeilijk in deze wedstrijd. Waar lag dat aan in die eerste helft vooral? Nou ja, moeilijk. We kregen weinig tegen, moet ik zeggen. We hebben de controle gehad. We wisten dat zij zo gingen spelen. We hebben thuis lastige wedstrijd gespeeld tegen hun, omdat ze het gewoon met 4 man... dicht houden, eentje ervoor en weer 4 ervoor. Dus dan moet je gewoon hopen op die kleine kansjes. En die kregen we ook in de eerste helft. Alleen dat resulteerde niet tot een goal. Goed, tweede helft krijgen we wel die penalty die we al eerder verdiend hadden. En dan speelt het wat makkelijker en dan kun je het uitspelen. Dan kun je het uitspelen en afmaken zoals jij het doet. Ja, en dan gaan de punten in de tas en dan gaan we weer terug. Het is ook een bijzondere overwinning, want Cambuur heeft hier 32 jaar lang niet gewonnen. Jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen. Is dat iets wat meespeelde bij jullie? Nee, absoluut niet. Maar het was wel echt een wedstrijd waarvan we zeiden van als we deze winnen, dan kunnen we weer in die flow komen. En het is een moeilijke uitwedstrijd, want NEC heeft gewoon een goede ploeg en met goede spelers. Dus we zijn er enorm blij mee. Dan is er ook nog ander nieuws, want de Graafschap speelt met 1-1 gelijk. En dus schijnt de zon heel erg voor jullie vanavond. Dat is alleen maar een extra pluspunt en ook weer een extra motivatie naar volgende week toe.